Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van zaterdag 6 oktober. Vandaag begint met veel zon, maar lokaal komen eerst ook mistbanken voor. De temperaturen lopen vanochtend op naar 10 tot 16 graden bij zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag lopen de temperaturen verder op, het wordt dan 18 graden op de Wadden tot 24 graden in Limburg. De wind draait naar het zuidwesten en vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Vanavond neemt die bewolking verder toe. En in het noordwesten begint het dan ook wat te regenen. De wind draait daarbij naar het noorden en neemt toe naar matig tot aan zee krachtig. De minima vannacht liggen tussen de 9 en de 11 graden. Morgenochtend verlaat deze regen het land weer via het zuiden en vanuit het noordwesten komt er steeds meer zon. Het wordt wel een stuk frisser dan vandaag met 14 tot 16 graden. De wind neemt geleidelijk af naar matig. Maandag wordt het droog en het is wisselend bewolkt bij 15 of 16 graden. Vanaf dinsdag is het zonnig met temperaturen die geleidelijk oplopen. Naar woensdag kan het wel liefst 23 of 24 graden worden in het oosten en zuidoosten. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.